Ja, Robby, 15 op 15 de laatste 5 thuiswedstrijden. Nu een droge 0-2. Ja, ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gezien hebben van beide ploegen. Ik denk dat het een felle wedstrijd was. Hoge intensiteit. Veel duels, goede voetbal. Twee ploegen die wilden voetballen. En het is een wedstrijd die altijd op 2-2 moet eindigen. Het is jammer dat we de laatste 10 minuten nog het eksel op de neus krijgen. Maar dat is nu eenmaal voetbal. Ik vond Aalst de eerste helft, zeker op het einde, iets sterker dan ons. Waren ze iets dreigender ook. Maar ik vond onze tweede helft heel goed uit de kleedkamer komen. En de match in handen pakken. En dan hebben we een paar keer toch, schot van Paneelder, dat hij heel knap redt, de keeper. Hebben een paar keer met zijn goede passing op het einde, scoren we altijd en komen 1-0 voor. En dan is het zo dat we nog 10 minuten voor het einde daarop te gemakkelijk een goal pakken. Ik zou de beelden eigenlijk nog eens moeten zien, maar dat is toch iets te gemakkelijk. En dan doen we nog alles of niks. Gaan we nog met 3 verdedigers spelen en met 4 aanvallers. Om nog iets te forceren, maar dan krijg je nog teksel op de neus. Ja. Ja, net niet. Verlengstuk vorige week op Dender? Ja, vorige week op Dender moeten we altijd winnen. Waren we heer en meester. We hebben Dender weggetikt, de tweede helft. Hier kan je dat niet zeggen. Hier waren de twee ploegen die, dacht ik, vol voor de winst gingen. Met goed voetbal en die elkaar waard waren. Dus een gelijkspel was hier terecht geweest. Op Dender moeten wij altijd winnen. Het was een zege die Dender gestolen heeft, hebben die mensen zelf gezegd. Hier een gelijkspel had terecht geweest. Wat liep er dan toch mis vandaag? Niks, alleen de ploeg stond heel goed. We hebben ook de kansen gekregen. Alleen scoren zij en wij niet. En dat is het verschil vandaag. Dus ons scorend vermogen van thuis ontbrak een beetje vandaag? Vandaag wel. En vorige week ook. Ja, dat is geen verwijt, dat is gewoon een vaststelling. En soms moeten we misschien nog iets professioneler worden in bepaalde dingen, bepaalde fasen ook. Maar dat is ook een leerproces voor sommige spelers. Maar al bij al kan ik vandaag de spelers niks verwijten. Ze hebben gedaan wat gevraagd is. En ik zeg het, we hebben niet gescoord en zij wel. En dat is het enige verschil. Deze week in de pers, Laref eventueel, interesse van Eendracht Aalst. Hoe speelde dat mee vandaag? Nee, absoluut niet. Eén, Laref heeft nog altijd een contract volgend jaar. Dus ze moeten altijd bij onze voorzitter passeren. Dat is één. Ik vind het ook niet kunnen dat er gesproken wordt met een speler een week voor de wedstrijd door de tegenpartij. Het is nu eenmaal voetbal. Ik heb er geen moeite mee, maar in feite kan het niet. Maar Laref heeft nog een contract volgend jaar. En zal dan altijd via Sint-Niklaas moeten passeren om hem te komen halen. Maar dat is een randzaak, vind ik. Dat is niet belangrijk. Nu nog 5 wedstrijden. Wat zijn de objectieven? Objectieven zijn om zoveel mogelijk punten te halen, zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Ik denk dat het ook de bedoeling is om in bepaalde wedstrijden toch eens een paar jonge gasten te laten spelen. Die aan de deur kloppen. En te zien naar volgend jaar toe. Maar ik wil wel alle 5 die wedstrijden nog winnen. Wij spelen nog tegen toppers. Hè. We hebben nu Dender gehad, alles. Maar we spelen nog tegen Londerzeel, La Louvière en Hamme. Dus niet niks. Oudenaarde, dus dat zijn ploegen top 5, zoals als vandaag. En het is leuker tegen deze ploegen te spelen dan tegen ploegen die onderaan staan. En de voorzitter zei voor de wedstrijd, ik wil nog inzet zien, ik wil nog grinta zien. Ja, er was grinta. Hè. Dus, er was heel veel inzet langs beide kanten. Ik denk dat het een genietbare wedstrijd was voor de toeschouwers, met veel kansen. En een gelijkspel had terecht geweest. Het is jammer dat niet het geval is vandaag. Maar inzet zal er zijn tot de laatste seconde van de competitie. Altijd.